Hallo lieve kijkers, daar is Elmar weer met straatinterviews voor Cineac. Deze week houden we het over het aftreden van koningin Beatrix. Wat vindt u van het mediacircus rondom het aftreden van koningin Beatrix? Niets. Niet leuk. Ik ben zelf uit Suriname, vroeger heel doof van het koninklijk huis, maar het is veel minder. Het kost ons te veel geld. En wij betalen het, de burgers. Ja, ik maak niet zoveel druk over. Ja, voor mij betekent ook niet zoveel, hè? Want ik ben toch een immigrant. Voor mij maakt niet zoveel uit. Ja, ik heb nu zoiets van, oké, dat is wel genoeg geweest. Ik weet het nu al inmiddels al en het mag nu wel klaar zijn even. Hoe denkt u zelf dat Willem-Alexander het als koning gaat doen? Best wel goed, hè? Ja, want hij is intelligent, hè? Lijkt wel. En ik denk van wel. Heel goed. Ja, als afwachten. Ik denk dat hij het wel goed gaat doen, hoor. Dus ik hoop op Maxima, dat is natuurlijk onze nieuwe koningin ook. Dus, die doet wel heel goed. Lijkt mij. Ja, ik denk wel oké. Dat het een goede opvolger is van zijn moeder en dat hij goed in haar schoenen zal kunnen staan. Of hij het beter gaat doen? Geen idee. Het is natuurlijk wel te hopen, logisch. Ik vind inderdaad wel tijd voor een nieuwe generatie. Koningin Beatrix is nu al 75 jaar. Het is inderdaad wel tijd voor een nieuwe generatie, dat wel. En wat vind jij zelf van het Koningshuis? Ja, het boeit me eigenlijk eerlijk gezegd niet zoveel. Het is leuk dat we het hebben, maar of het nou zoveel toevoegt aan Nederland? Nee. Om eerlijk te zijn hou ik me daar helemaal niet mee bezig. Dus wat ik ervan vind. Ja. Ik vind Maxima een leuke meid. Vrouw. En Willem-Alexander, geen leuke prins ernaast? Het is niet. Ik weet helemaal niks over hem. Ik weet niet eens waar hij zich mee bezig gaat. Ik weet het allemaal niet. Dus ik hou me eigenlijk helemaal niet bezig met het Koningshuis. Nee. Maar ik denk dat het wel dat heel erg toegevoegde waarde is, hoor. In plaats van een president die zijn zakken vul. Ja, Koningshuis misschien ook wel. Maar ik denk dat het wel heel veel brengt voor de economie. Ook internationaal. Dus dat denk ik wel dat het beter een koningshuis is dan gekozen president. Waar je misschien niet achter staat. En koningin Beatrix is heel erg geliefd bij het Nederlands volk. Ik hoor dat u het wel ziet zitten, Willem-Alexander als koning. Ja. En iedereen houdt van hem, hè? Hij is heel positief. Ja, dat is wel heel goed. Ja, en zijn vrouw ook. Zo. Ja, voor mij dat zegt ook iets, want zij is ook een immigrant. En ze nu wordt een koningin. Dat is wel heel leuk. De jongen, moeder ook hartstikke jongen. Ja. Oma ook hartstikke jong. Lief. Allemaal lief mensen voor mij. Ja, ik vind ook Maxima heel lief. Echt waar. Je bent dus voor Maxima en Alexander, als ik het zo hoor. Hartstikke goed. Tuurlijk. Moeder ook goed. Dus u vindt ook dat het eigenlijk wel tijd werd voor een jongere generatie? Moeder willen niet meer. Dat is natuurlijk jong komen, knappe jongen blijven daar. Hartstikke leuke mensen. Nou, dames en heren, dit was Straatpraat weer voor deze week. Tot volgende week.